Geliefde broeder, zuster, hier zijn we met Land, Land, Hoort des Heren woord. Laten wij tot de troon van genade gaan van onze hemelse Vader. Heilig, heilig zijt gij, Heer, groot, oneindig in vermogen. Aard en hemel geef u eer, God en Vader vol meedogen. Eer en heerlijkheid en macht wordt u eeuwig toegebracht. Ja, grote, geweldige God, schepper van hemel en aarde. We geloven in u. In alle nederigheid komen we voor uw troon van genade en zeggen u dank, Heer. Voor uw gunstbewijzen die elke dag weer nieuw zijn. U bent trouw. Heer, we geloven in Jezus Christus. Dank u, Heer, voor uw heilige adem waardoor wij leven. Dank u voor uw Zoon, Yeshua de Christus, onze hoge priester. En dank u voor uw Heilige Geest die ons onderwijst, ons terecht wijst en ons leidt, o God. Vader Koning, deze dag komen we bij u met onszelf, onze geliefde, ons land, met de totale mensheid, Heer. En we vragen om uw genade voor deze gebroken wereld. Heer, zoveel gebeurtenissen, verschrikkelijke dingen, Heer, die ons dreigen te verontrusten, te ontmoedigen. Maar Heer, uw woord is waar. En het zou ons niet moeten verwonderen als we deze tekenen zien. Heer, waar er openlijke vijandschap is tegen uw woord. Waar openlijk Satan wordt aanbeden, Heer, op show en allerlei andere zaken. Heer, aardbevingen, oorlogen, dat staat allemaal in uw woord. Maar u vraagt, Heer, dat we uw woord kennen en zo de tekenen kunnen onderscheiden. Heer, we danken u dat we uw woord hebben om op terug te vallen. Dat ons zegt, Heer, dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Waar mensen zelfzuchtig zullen zijn. Liefhebbers van zichzelf, kwaadsprekers, onheilige, ouders gehoorzaam, ongehoorzaam. Een hele waslijst, o mijn God, waar de liefde zal verkillen. Heer, en wetteloosheid toeneemt. We zien het om ons heen, o mijn God. En we bidden u, help ons vast te houden aan u, hieraan niet toe te geven. Dank u voor hen die vasthouden, Heere. We bidden voor een dieper besef van uw liefde. Dat u uw Zoon gegeven heeft, Yeshua, om voor ons te sterven aan het kruis. Help ons dat niet te vergeten, Heer. En help ons vooral dat we gehoorzaam zijn aan u. En u blijven uitdragen. Heer, het is nu meer dan ooit de tijd dat we uw volledige geestelijke wapenrusting aandoen. Om stand te houden tegen de vijand. Vader Koning, we bidden voor hen die getroffen zijn door al die gebeurtenissen, Heere, die lijden onder vervolging, onderdrukking. Heer, we bidden voor Israël, ook een teken van deze tijd. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, uw stad, o grote koning. Vader God, er zijn nog zoveel die gered moeten worden. Help ons, Heer, ons niet te schamen voor uw woord, maar uit te gaan om hen die in duisternis zijn, nog in duisternis zijn, naar uw licht te helpen. Heer, want dat hebt u ook met ons gedaan. U hebt ons uit de duisternis gehaald. En help ons uw woord in de praktijk te brengen. Heer, uw liefde hebben bovenal met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand, met al onze kracht.
En vooral, Heer, ook onze naaste als onszelf. Ook die vervelende buurman. Ook de persoon die ons pijn heeft gedaan. Help ons te vergeven, o mijn God. Vader, de ernst des tijds, zegt christenen, bid en waak. Dat zegt een lied, o mijn God. Heer, laten we ervoor waken dat Satan ons niet moe en slap maakt. Vader, de ernst des tijds vraagt onderzoek van uw woord dat vast en zeker is. Heer, het eist van ons dat we u volledig radicaal dienen, o mijn God. De ernst van deze tijd toont ons hoe het einde nadert, Heer. En het vraagt van ons dat wij waakzaam zijn. De ernst van deze tijd, Heer, en daar mogen we u voor danken. Die verandert uw trouw niet, Heer. U blijft trouw. En u geeft rust en vrede aan ons, uw kinderen. Degene die Yeshua hebben aangenomen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, Heer Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in ons, schijn door ons. Kom, Heer Jezus, kom. Vul dit land, vul de wereld, vul Suriname met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Dat we weer in vuur en vlam voor u gaan staan, o mijn God. En dat u alle kwaad verbrandt met uw heilige vuur. Zend ons uw woord. Dat het heel de aard, zend uw rivier, dat het heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord. Dat het licht overwint. Heer, uw licht zal overwinnen wat de vijand ook probeert. En we geven u de glorie, de eer, Heer, want u zit nog steeds op de troon. En u heeft alles onder controle. Al begrijpen we niet wat er gebeurt, Vader. Maar we danken u, we loven, we prijzen, we eren u. Vader, Zoon en Heilige Geest, in die naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach. Halleluja. Amen. God zegen, geliefde broeders en zusters. Op deze mooie dag wil ik u wederom bemoedigen met Gods woord. En dan wil ik het vooral hebben over groei in de gemeente en groei in het geloof. Laten we beginnen met te kijken naar wat het belang is van groei in de gemeente. Wij willen, als we in een gemeente zijn, het maakt niet uit welke gemeente, willen wij graag meer mensen hebben. Er is een gezegde, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En dat is een goed streven. Maar het streven mag niet gericht zijn op de aantallen. Het mag niet gericht zijn zuiver en alleen om de banken te vullen, maar het moet erop gericht zijn dat mensen tot geloof komen. Als dat het streven is van gemeentegroei in aantallen, dan zal het een gezond streven zijn. En wat is eigenlijk het belang van gemeentegroei in aantallen? Het belang is dat wij meer mensen tot geloof brengen. Meer mensen tot geloof brengen betekent dat wij erop uittrekken, zoals Jezus heeft opgedragen, om die mensen te gaan vertellen over het evangelie. En als we dat doen, dan zien wij op een gegeven moment resultaat. En dat resultaat is dat er nieuwe mensen bijkomen. En dat we deze nieuwe mensen mogen verwelkomen in de familie
van gelovigen. En de familie van gelovigen bestaat uit diegenen die de keuze hebben gemaakt, niet om in de kerk te komen zitten, maar om te komen naar die kerk, omdat zij Jezus Christus zien als hun Heer en Heiland en Redder. Omdat zij Jezus Christus willen volgen en in Hem geloven, omdat zij weten dat Hij de Zoon van God is. Omdat zij gehoord hebben over zijn wonderdaden en omdat wij hen daartoe met de kracht van de Heilige Geest hebben kunnen overtuigen dat Hij de ware Messias is, de ware Zoon van God, onze Redder, onze Verlosser. En als deze begrippen goed zijn doorgedrongen, niet door ons gepraat alleen, maar vooral door de kracht van de Heilige Geest, dan groeit de gemeente. Dan komen er mensen bij en dan kunnen we zeggen, hey, de gemeente groeit. Maar dan spreken wij over aantallen. En dan moet u weten, die aantallen zijn niet vanzelfsprekend. Mensen in de gemeente krijgen, kun je op zoveel manieren doen. Iemand maakte laatst een heel leuke opmerking en zei, oh, je wil gemeente groeien? Oké, ik ben miljonair en ik betaal een aantal mensen om naar de gemeente te komen. Ze hoeven niet te geloven. Ze komen zitten, ze komen alles doen wat mooi lijkt. Lofprijzen, dansen, zingen. Maar er is geen geloof. Dan is het een samenbundeling van mensen. Dan spreek ik nog niet van een gemeente. Of van groeiende gemeenten. Ik vond het een mooi voorbeeld dat hij gaf. Maar echte groei, ware groeiende gemeente, is alleen mogelijk. Luistert u nog goed wat ik zeg. Is alleen mogelijk. Als de individuele gemeenteleden ook werkelijk groeien in geloof. Als de individuele gemeenteleden ook werkelijk groeien in geloof. Want de gemeenteleden, zij die de gemeente vormen op dat moment, zullen door hun geloof bepalen, of de gemeente verder kan groeien. En laten we eerst beginnen met het brengen van het evangelie naar de volkeren. Als de gemeente niet beschikt over discipelen, en dan bedoel ik daarmee niet zonder meer mensen die in de banken komen zitten, maar mensen die met een overtuiging daar zitten. En die zich geroepen voelen om niet alleen de Heer te volgen, maar ook het evangelie te brengen naar mensen, de werken der barmhartigheid te doen en een getuigenis te zijn voor de wereld. Als die mensen in de gemeente zitten, voldoende, dan kunnen we spreken van een goed fundament. Het fundament van geloofsgroei begint niet in de aantallen mensen, maar het begint bij ons zelf, wij die die gemeente vormen. Dan moet ik een ander voorbeeld geven. Heeft u naar uw kerkgebouw gekeken? Stel nu dat u een stenen kerkgebouw heeft. Ik neem bewust even een stenen kerkgebouw. En u besluit nog een etage bij te bouwen. Of nog twee zelfs. Ja? Groot gebouw wordt het. Waar zal u moeten beginnen om dit gebouw hoger op te trekken? Waar zal u moeten beginnen?
bij het fundament. De fundering. En als u die fundering kunt verstevigen, dan kunt u omhoog. Dat betekent dat u ook dieper moet gaan. Dat betekent dat u ook dieper en steviger fundament moet hebben om verder te kunnen groeien. Het gebouw kan alleen verbouwd worden en groter gemaakt worden wanneer het fundament verstevigd wordt of zelfs vernieuwd wordt. U gaat misschien nog dieper moeten graven, er komen machines aan te pas, u gaat pilaren moeten storten, want dat fundament, dat zal die pilaren dragen en op die pilaren zal u verder kunnen bouwen. De structuur die er op dat moment is, is niet voldoende. En hier geef ik een voorbeeld, maar dan trek ik het nou even naar de gemeente. Als u in een gemeente bent, maakt niet uit welke gemeente, en het fundament van de gemeente, namelijk het geloof, is niet sterk, maar zeer oppervlakkig, dan heeft u een probleem om verder te groeien. Want het fundament is dan zwak. En betekent dat er aan het fundament gewerkt moet worden. En betekent dat er in de gemeente gewerkt moet worden aan groei van de gemeenteleden. En dan kun je weg. Jezus heeft zijn discipelen ook niet na één dag erop uitgestuurd. Hij heeft een fundament gelegd. Hij heeft ze hen uitgelegd. Ook toen hij ze uitzond, heeft hij een uitstekend en diepzinnig verhaal verteld hoe zij dat zouden moeten doen. En toen hij uiteindelijk op de hemelvaartsdag met hen sprak, heeft hij hen ook gewaarschuwd om niet het veld in te gaan en te gaan getuigen zonder de kracht van de Heilige Geest. Dat betekent, zij moesten hun fundament gaan verstevigen. En dat kon door de Heilige Geest. En dat deden ze ook. Want ze gingen eerst bij elkaar en ze hebben gebeden daar in de bovenkamer. En toen de tijd rijp was en hun fundament verstevig was, toen hun geloof was gerijpt, toen kwam de Heilige Geest. En toen kregen ze kracht om erop uit te trekken. En u ziet het resultaat. 3000 gelovigen. En ga zomaar door. De kerk groeide. Maar het zou nooit gegroeid kunnen zijn. 1. Zonder de lessen van onze Heer Jezus Christus. Zonder zijn krachtige woorden. Zonder het woord. Het woord dat hij had geplant in deze mensen. En doordat ze met hem optrokken, heeft hij het woord uitgelegd. En de Bijbel zou veel en veel dikker zijn als ze alle woorden hadden opgeschreven. Maar hij heeft gezeten met deze discipelen en hij heeft ze wegwijs gemaakt. Hij heeft hen ook laten zien dat hij ook genezer is, dat er wonderen kunnen gebeuren, dat zij dat ook kunnen, dat ze moeten bidden. Een fundament is gelegd. En daarom als u in de kerk bent en u gaat roepen over ja, we moeten meer leden hebben en we moeten begin eerst u af te vragen, hoe zit het met het discipelschap in de kerk? En nog een voorbeeld wil ik geven. Stelt u nog eens voor dat u een stuk land moet bewerken. U bent landbouwer. En u krijgt 10 hectare grond om te bewerken. Wat heeft u nodig? Arbeiders. Mensen om te komen helpen zaaien en planten, zodat u na een poosje kunt oogsten. Als u een plan maakt in de kerk, dat niet gedragen wordt, omdat er geen mensen zijn die zich discipel voelen, die zich geroepen voelen om het werk te gaan doen,
dan kunt u dat plan in de koelkast stoppen of in een lade. Want op dat moment zal het niet werken. U zal eerst moeten werken aan het discipelschap, aan de volgzaamheid, aan het geloofsvertrouwen. U zal mensen moeten hebben die blindelings en krachtig vertrouwen op God. Die gegroeid zijn in geloof en die dan de basis vormen voor verdere groei. Maar ja, hoe doe je dat? En hoe doe je dat als individu? Want we willen allemaal groeien. Tenminste, zij die echt met de kerk en met het geloof bezig zijn, die willen groeien. En daarvoor zijn er verschillende strategieën, wil ik ze niet noemen. Verschillende elementen waar u rekening mee zal moeten houden. En een van de belangrijke is dat u moet zijn geplant, gegrondvest in het woord van God. Ja, maar hoe doe je dat? Gegrondvest in het woord van God. Nou, het zegt het al. U zult zich moeten verdiepen in wat er staat in Gods woord. En dat is niet een werk van één dag. Maar als u het doet, door simpelweg al te beginnen, het te lezen. Ik heb een gemeente zien ontstaan waarbij men in de eerste maanden niets anders deed dan de Bijbel lezen. Er werd niet eens Bijbelstudie gegeven, het werd gelezen. Lees alvast wat er staat. Sommige dingen die u gaat lezen, gaat u totaal niet begrijpen. Of het is zo saai dat u eroverheen wil lezen. Lees het rustig door. Niet alles is een mooi verhaal of een verhaal dat u kunt volgen. Maar lees het doorheen. Ga er doorheen, door die stof heen. Hoofdstuk voor hoofdstuk. En als u dat hebt gelezen en er komt daarna studie, gaat u het veel beter begrijpen. Maar u moet het eerst lezen. Dus wees gegrondvest in Gods woord. En de dieper we gaan in het fundament, Gods woord, de hoger, hoe hoger we opkomen in ons geloof. Hoe breder onze kijk is op de Bijbel. Wees eens eerlijk. U die naar dit programma kijkt. Hoe vaak worstelt u zelf ermee met welke boeken er in de Bijbel zijn? Iemand zegt, zoek een bepaald boek op. Sorry, ik moet het zeggen. Sommigen zoeken boeken uit het Nieuwe Testament in het Oude Testament. Anderen zoeken boeken uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. En anderen horen de naam van een boek en denken dat het in de Bijbel staat. Maar het staat niet in de Bijbel. Betekent, het is geen verwijt, het is een bemoediging. Gaat u zich verdiepen in Gods woord. Grondvesten. U gaat fundamentele waarheden uit Gods woord maken tot een deel van uw leven. Maar dan zijn we nog niet klaar. Dat gaat u helpen sterken in het geloof, in de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Wie Hij is, wie de Heilige Geest is en hoe de drie-eenheid opereert in de wereld en in ons leven en in het Bijbelse verhaal. En dan ga je naar stap 2. Of een stapje verder. Eenmaal tot geloof. En sterk geworteld in het geloof. Krachtig in Gods woord. Dan moet er een inspiratie komen. En die inspiratie moet ons aanzetten tot het in de praktijk brengen van ons geloof. Tot actie overgaan. Jacobus zegt, geloof zonder goede werken is doodgeloof. Het zijn niet de goede werken die ons zullen redden, maar als ons geloof ons niet aanspoort om mens naar mensen toe te gaan en te helpen en werken van barmhartigheid te doen,
en anderen genadig te zijn, zoals God ons genadig is. Het geloof dus in de praktijk brengen. Als wij geen mensen zijn, ja, die verzoening brengen tussen God en andere mensen, en God en onszelf natuurlijk, dan kunnen we niet verder gaan. Dan kunnen we de gemeente niet laten groeien. Want de gemeente moet eerst groeien in de diepte. De gemeente moet eerst groeien in de diepte. Het fundament moet eerst sterk gemaakt worden. En zo heeft u dus dat u en het woord van God en dat wat het uiteindelijk tot uiting brengt in ons leven. We gaan tot actie over. Dan is er nog een belangrijke. Praat met God. We kunnen niet een relatie met God beweren te hebben zonder dat we met hem praten. Dus gebed is een van de cruciale manieren om die relatie te versterken en te groeien. Want hoe meer je met hem praat, hoe meer je merkt hoe goed hij is, hoe meer je merkt hoe dat wat we vragen, dat wat we proclameren, dat wat we voor anderen vragen, hoe meer hij laat zien en openbaart aan ons dat hij dat doet. En als je een relatie met iemand hebt en je hebt een goede communicatie en je ziet dat die communicatie leidt tot actie, tot hulp, tot onderlinge saamhorigheid, dan weet je dat je gegroeid bent in die relatie. Wel, om te groeien in het geloof, moeten wij die relatie versterken door woord, door actie en vooral ook door gebed. Praat met God. Praat met hem. Noem hem Abba. Jezus heeft ons geleerd om hem Abba te noemen. Vader. En praat met hem openhartig. Zoek geen geweldige formules. Want als je alleen bent met God, luistert niemand naar je mooie formuleringen. Maar vraag hem met een open en eerlijk hart. Heer, help. En als je dan groeit door er een gewoonte van te maken, door consequent door te gaan, ja, door een devotion, om het zo te hebben, te zeggen, ja, je bent werkelijk bewogen voor God, dan zal de groei in de gemeente vanzelf komen. Want dan komt er inspiratie. Die inspiratie inspireert ook weer anderen. Mensen zien het licht schijnen. Omdat wij het licht zijn. Niet het licht moeten worden. We zijn het licht. Maar laat het schijnen. En als het schijnt, dan beïnvloeden we andere mensen. En de kracht van de Heilige Geest komt erbij. En mensen komen tot geloof. En dan zullen ook de aantallen toenemen. Maar laat eerst in uw hart en in uw kennis van Gods woord de groei zijn en het fundament wordt gelegd. Ik wens u een fantastische dag en week toe. Ik wens u heel veel zegen toe. Shalom. Amen.